What's up mensen, Fardien hier van Wolfing Fysiek. En vandaag gaan we praten over bulken. Wil je massa opbouwen zonder vet? Wil je leren hoe je snel bulkt en hoe je bulkt zonder dik te worden? Je hebt geluk, want in deze video bespreek ik waarom je geen spieren opbouwt en nog veel meer, zoals fouten die jij maakt die succes vertragen en de hoeveelheid vet wat je aankomt, wat natuurlijk fucking zonde is. Dus als je nieuwsgierig bent hoe je bulkt met veel progressie eindigt, blijf dan bij de video. Laten we eerst eens even kijken wat bulken is en waarom dit ideaal is voor het opbouwen van spieren. Een bulk is gewoon een periode waarin je in een calorie overschot eet om aan te komen en meer in spieren aankomt. Dus niet dik worden, dat is niet de bedoeling hier. Een bulk is gewoon een periode waarin je in een calorie overschot eet om aan te komen in spieren en niet in vet. En hoewel dit in theorie net zo eenvoudig is als meer eten, maken de meeste mensen in het proces een handvol fouten die de effectiviteit van een lean bulk negatief beïnvloeden. De eerste fout dat ik zie is niet slank genoeg zijn. En dit is problematisch omdat het niet optimaal is voor spiergroei. Naarmate jouw lichaamsvet toeneemt, word je minder efficiënt in het opbouwen van spieren, groei je minder in massa, spiermassa, en meer, je komt gewoon meer aan in vet. En ten tweede, als je niet slank genoeg bent wanneer je aan een bulk begint, moet je waarschijnlijk een lang dieet volgen om je voordelen te onthullen. Wanneer je lean bulkt, wil je lean beginnen. Het is ideaal om onder ongeveer 15% lichaamvet te hebben voordat je bulkt. En als je een hoger vetpercentage hebt dan 15%, dan is het een veel betere optie voor je om eerst een dieet te volgen om al dat overtollige vet kwijt te raken voordat je vervolgens begint aan een lean bulk. De volgende fout is aankomen in te veel vet vergelijking met spieren. Bij het bulken, wat veel mensen geloven als het gaat om bulken, is dat hoe meer je eet, hoe meer progressie je maakt in het proces. Dit is alleen waar tot een bepaald punt. Afgezien daarvan zal het extra voedsel en calorie dat je binnenkrijgt aanzienlijk meer bijdragen aan vettoename in plaats van spiergroei. En dat is gewoon zonde. Wat dan betekent dat je eigenlijk langer in een calorietekort moet eten? En wie houdt daar nou van? Niemand houdt van een dieet. Ik zou aanraden om een klein tot matig overschot van ongeveer 10 tot 20% boven je onderhoudscalorieën te eten. Met beginners aan de meer bij de 20%. Meer lifters die gewoon meer ervaring hebben, ongeveer 10% boven je behoefte. Om spiermassa het beste op te bouwen met minimale vet, moet je ook de fout vermijden om niet zelf een streefwaarde voor gewichtstoename vast te stellen. En die na verloop van tijd bij te houden, omdat de snelheid van spiergroei vertraagt hoe langer we trainen. Ja, dat is echt zo hoor. Dat betekent dat je een streepwaarde voor gewichtstoename in je bulk moet instellen die overeenkomt met je trainingservaring en er vervolgens voor moet zorgen dat je je doel bereikt nadat je deze doelsnelheid van maandelijkse gewichtstoename weet. Controleer je wekelijkse gemiddelde gewicht om te bepalen of je dit doel inderdaad elke maand haalt. Nadat je deze doelsnelheid van maandelijkse gewichtstoename weet, controleer je wekelijks gemiddelde gewicht om te bepalen of je dit doel inderdaad elke maand haalt. Nu is de laatste en waarschijnlijk een van de meest gemaakte bulkfouten, is wat mij gewoon heel erg irriteert, is gewoon niet geduldig genoeg zijn. In tegenstelling tot vetverlies is spieropbouw een heel langzaam proces. En om het nog erger te maken, tijdens je bulk is het onvermijdelijk dat je tijdens het hele proces ook minstens een beetje vet gaat aankomen, waardoor de toegevoegde spier die je krijgt verborgen wordt en het visueel gewoon lijkt alsof je niet vooruit gaat. Dit leidt er dan vaak toe dat mensen te snel weer op een dieet gaan en geen vooruit boeken op de lange termijn. Begrijp in plaats daarvan dat het enkele maanden en zelfs jaren duurt wanneer je meer gevorderd bent om een merkbare hoeveelheid spiermassa te winnen en gewoon dat het gewoon te zien is. Dat is waarom je voor langere tijd moet committen, jongens. En op zijn minst een paar maanden, op zijn minst.
Als het gaat om hoe je bulk goed doet, moet je geduld hebben en het proces vertrouwen. En zoveel mogelijk gegevens bijhouden terwijl je aan het bulken bent. Zodat je weet wanneer je van het spoor afwijkt en meer verandering kan maken. Omdat je moet weten wanneer je verandering moet maken. Het kan zo zijn dat jij zelf helemaal niet aankomt. En als jij je gewicht niet monitort, ja, weet je, dat is gewoon niet zo slim. Want kijk, je weet natuurlijk niet of je progressie maakt als je niet aankomt. En stel je komt niet aan, moet je gewoon je calorieën wat verhogen. En jongens, als je te snel aankomt, moet je het gewoon een beetje verlagen. Oké, jongens, dit was de video. Ik hoop dat het heeft geholpen. En als jullie deze video leuk vonden, geef het gewoon een like. Het is gewoon alleen een klik op een button. En subscribe to this channel, want er komt gewoon natuurlijk veel meer aan. Zoals ik altijd zeg, jongens, veel liefde.